Dames en heren, Louis Brother en Assisa, familie man, we staan wederom aan de vooravond van de dag van de arbeid, Rokomandi. En bij deze gelegenheid wens ik even stil te staan bij het streven van mijn regering voor een rechtvaardige samenleving en menselijke waardigheid voor iedereen. Maar in het bijzonder voor de werknemers met hun gezinnen. De economische problemen, Lobby Brother Nangasisa, waarmee wij als land worden geconfronteerd. En daarboven de invloed en impact van de wereldwijde economische crisis, die niet aan ons voorbij gaat, hebben helaas gevolgen voor ons allemaal, voor iedere burger. En als Lobby Srenang. De negatieve effecten uiten zich onder andere in werkloosheid en baanonzekerheid, maar tegelijkertijd ook in een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Verder hebben burgers te maken met een afnemende koopkracht door enerzijds de negatieve koersontwikkeling, maar anderzijds ook als gevolg van noodzakelijke overheidsbezuinigingen en overheidsmaatregelen. En de regering is ervan bewust, ja, dat deze ongewenste negatieve effecten een voedingsbodem vormen voor een toename van de armoede in ons land, waardoor begrijpelijk de onzekerheid ook groeit bij vooral onze beroepsbevolking. En we kunnen ze zien als problemen of als bedreigingen, maar we kunnen ze ook zien als uitdagingen en ook beproevingen. Deze vormen een extra prikkel voor ons als regering om met meer daadkracht te werken aan de verbetering van de welvaart van werkenden met hun gezinnen. Het proces van herstel en op weg naar groei en duurzame ontwikkelingen, dat loopt gestaag. De fundamenten zijn reeds gelegd. En onze regering zal doorgaan op deze weg. En ook uit verschillende hearings die ik onlangs heb gehouden met vrijwel alle lagen van de bevolking, om te komen tot ons nationale dialoog, is gebleken hoe nijpend de situatie is voor onder andere loontrekkers met hun gezinnen. Met name de kosten van levensonderhoud en de achteruitgang in koopkracht staan hoog op de lijst van de zorgpunten. Wij zullen middels dialoog in de verschillende overlegstructuren, zoals de Sociaal-Economische Raad, het tripartiet overleg, als ook in de verschillende ministeriële clusters, meer aandacht aan deze zorgpunten besteden en gerichte oplossingen zoeken en ook vinden. Sociale dialoog met zowel de vakbeweging als werkgeversorganisaties bij streven naar een rechtvaardige samenleving is en blijft een speerpunt van het beleid van mijn regering. In overleg met de sociale partners zullen armoedebestrijding en leefbaarheidsverbetering in de komende maanden de hoogste prioriteit blijven genieten van de regering. En in dit kader is er reeds een pakket van verlichtende maatregelen genomen. Om specifieke maatregelen te nemen en het programma te ontwikkelen gericht op duurzame bestrijding van armoede, heeft de regering per maart dit jaar de armoedegrens geactualiseerd op het niveau van ruim 6000 SRD voor een volwassene. De armoedegrens zal zeker de komende dagen worden geactualiseerd. Maar mede uitgaande van dit gegeven is ook het algemeen minimumloon opgetrokken naar 30 SRD per uur en per 1 juli 2023
zal er een algemeen minimumloon van 35 SRD gelden per uur. De regering is zich ervan bewust dat de hoogte van het minimumloon nog niet voldoende is om uit te komen. Maar dit is de hoogte die onze economie op dit moment kan dragen. En om de koopkracht van loontrekkers verder te versterken, is de omzetbelasting dit jaar afgeschaft. En loontrekkers met een belastbaar inkomen onder de 7.500 SRD per maand zijn vrijgesteld van de loonbelasting. Landgenoten, de regering neemt het verzoek van de vakbeweging in overweging om de belastingvrije grens verder op te trekken. De regering heeft ook gekeken waar er ingespeeld kan worden om de noden van de laagste inkomens te verlichten. En als overbruggingsmaatregel is het voorzien van voedselpakketten en basisgoederen onlangs goedgekeurd door de regering. En besloten is dat er landelijk 80.000 voedselpakketten verstrekt zullen worden aan onder andere de groep van loontrekkers met de laagste inkomens en kwetsbare groepen. Ik wens te benadrukken dat het geven van voedselpakketten slechts een tijdelijke overbruggingsmaatregel is. En het moet gezien worden in het kader van een urgente korte termijn aanpak van de armoede. Dat is de bedoeling. Ook gaan wij in de richting van een duurzame en structurele aanpak van het armoedevraagstuk. Ook de 1800 SRD wordt versterkt aan onder andere kwetsbare groepen, gezinnen van loontrekkers die gezamenlijk minder dan 6000 SRD per maand verdienen. En de regering zal binnen door het herstelprogramma gestelde eisen en grenzen blijven zorgen voor de nodige financiële verlichting naar de samenleving toe. Ik wens te benadrukken dat die verlichting zich specifiek zal richten op personen met de laagste inkomens en personen die bescherming nodig hebben, de kwetsbare groepen. Afgezien van de specifieke maatregelen ter bestrijding van armoede, mag ik u geruststellen dat de regering met veel meer ijver zal voortgaan met het beteugelen van de wisselkoersen en de inflatie. Tegelijkertijd zullen wij prijscontroles opvoeren waardoor u meer kan kopen. Landgenoten, ten aanzien van het bevorderen van menswaardige omstandigheden op het werk, mag ik u mededelen dat de regering in de maand februari dit jaar is aangevangen met de implementatie van het derde Decent Work Country Program. Samen met technische assistentie van de internationale arbeidsorganisatie ILO, nadat twee eerdere programma's succesvol zijn uitgevoerd. En een belangrijk onderdeel van dit programma is bevordering van ondernemerschap, als ook de productiviteit op de arbeidsmarkt. En dit zal zeker leiden tot sterkere bedrijven in Suriname en meer werkgelegenheid, maar ook zal er gezorgd worden voor betere beloning en voorziening voor werknemers en hun gezinnen. Hierbij wordt gestreefd naar het creëren van decent jobs, het stimuleren van investeringen en het bevorderen van innovatie. Dit zal ook bijdragen aan economische groei en welvaart en het beschermen van werknemersrechten. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan zaken als het voorkomen van gedwongen arbeid, kinderarbeid, als ook arbeidsvoorwaarden voor veiligheid, gezondheid en welzijn. En de regering hecht grote waarde aan de Social Protection Expenditure Review, welke door de Internationale Arbeidsorganisatie wordt uitgevoerd. En in dit kader
mag ik u de blijde mededeling doen dat vanaf morgen 1 mei 2023 alle werkende vrouwen en mannen in aanmerking komen voor respectievelijk doorbetaalde moederschaps- en vaderschapsverlof. En ik feliciteer u met het feit dat het eindelijk zover is dat wij in Suriname doorbetaald ouderschapsverlof hebben kunnen invoeren. Het werkgelegenheidsbeleid, Louis Brader Nassisa, Rokomang, Rokoma, zal zich in de komende periode richten op de verbetering van productiviteit, labor skills ontwikkeling en onze concurrentiepositie op internationale markten. En met het oog op de economische omstandigheden waarmee wij worstelen, heeft ons land geen andere keuze dan een participatiesamenleving te stimuleren waarbij van burgers wordt verwacht zelfredzaam te zijn. In dit verband heeft de regering middelen vrijgemaakt ter versterking van gemeenschapsprojecten waarbij kansarmen en risicojongeren de gelegenheid krijgen om een vak te leren, om zelfvoorzienend te zijn. Daarbij krijgen de trainees ook een starterkit om daarmee meteen aan de slag te gaan. En intussen hebben honderden personen een vak geleerd via de SAO en overige trainingscentra van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, waarmee ze ook hun brood kunnen verdienen. Tevens heeft de regering ter stimulering van werkgelegenheid, bevordering van ondernemerschap en het verhogen van de productie de volgende fondsen in het leven geroepen. Zo hebben we het Agrarisch Kredietfonds, NOVA, voor personen die wensen te investeren in de agrarische sector. Zo hebben we ook het Fonds KMO voor kleine en middelgrote ondernemingen om hen te stimuleren om te gaan investeren. En recentelijk nog is het Productiekredietfonds in het leven geroepen om die productie te stimuleren en ondernemers en investeerders te ondersteunen. En hebben ook namelijk het Fonds Technisch Bijstand voor de particuliere sector. Dames en heren, samen met de sociale partners zal de regering de basis leggen voor een samenleving die sociaal rechtvaardig is. Een samenleving die wordt gekenmerkt door dialoog, samenwerking en participatie, inclusiviteit en gelijkheid. Broeders en zusters, Rokomang, Rokoma, als we samen doen, zullen wij in staat zijn sociaal-economische issues en vraagstukken in een betrekkelijk korte tijd aan te pakken, wat de samenleving waaronder werknemers en werkgevers ten goede zal komen. Ik wens u een bezinningsvolle Rokomandé toe. Moge God u allen zegenen. God bless you all.